Wat Rogelio zo speciaal maakt, is dat er een ziel, een hart en kennis in zit van generaties. Onze familie zit nu reeds vanaf 1932 in de wielersport. Dat is, als je het optelt, meer dan 80 jaren. En die 80-jarige ervaring brengen wij terug in onze kledinglijn. En adviseren wij mensen ten alle tijde het beste voor wat betreft hetgene wat ze nodig hebben. Het dragen van de gele trui is iets waar je voor je hele leven nooit meer vergeet. Want dat is heel uniek, want er zijn maar 17 Nederlanders die ooit de gele trui gedragen hebben. In 1970 was ik linie al beroepstrainer een paar jaar. En ik ben zelf in 1970 beroepstrainer geworden. Dus daar heb ik linie leren kennen, echt leren kennen in het peloton. In het begin was hij echt een winnaar. Hij probeerde altijd van voren te zijn. En zijn specialiteit was natuurlijk in de Tour de France zo hard mogelijk die berg afrijden. En proberen een etappe te winnen. Ik denk dat dat al verschillende keren gelukt is. Een bezeten man in bijna alles wat hij doet. Dat was vroeger al zo als wielrenner. Ik denk ook in zijn latere leven als ondernemer. En ja, nu, als je dit organiseert, dan heeft hij weer hetzelfde. Die mensen die veranderen eigenlijk nooit. Hè. Die zijn heel gepassioneerd geboren. En dat blijven ze de rest van hun leven. Rien is natuurlijk zelf een verdienstelijke goede wielrenner geweest. En later een goede bondscoach. En later het bedrijf Rogelli opgebouwd natuurlijk. Dat in 28 landen kleding levert. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Hij krijgt veel mensen met zich mee. Op de manier waarop hij mensen benadert. Ja, dat is gewoon zijn natuur. En dat hij heeft graag mensen hier dan dat je hier komt fietsen. Maar dat vraagt hij dan op zo'n manier, dat, wat ik al zei, van, ja, dan ga je geen nee zeggen tegen Rini. Ook dat je weet van als hij iets doet, dan wordt het een mooi evenement. Ik ben eigenlijk begonnen om de koerskleding te moderniseren. Ik heb andere stoffen ben ik gaan gebruiken, polyester katoen, ik ben gaan bedrukken. We waren met ons bedrijf zowat de eerste in Nederland die wielershirts op de markt brachten die bedrukt waren. We hebben neopreem, we hebben carbon en dergelijke op de markt gebracht. En Rogelli probeert ten alle tijde op basis van noviteiten de eerste te zijn en prijstechnisch de beste. De ambities om van de Jelle Jury Classic in de toekomst zijn om er een invité-donneur programma te creëren dat internationale gele truidragers hier naartoe komen om de wielersport en de Tour de France en de gele truidragers te laten zien hoe speciaal dat het is dat je ooit in de Tour de France een gele trui gedragen hebt. Die reunies, dat is natuurlijk hartstikke mooi natuurlijk, die zijn er wel meer. Maar de manier waarop je het doet, vind ik wel, wel prima. Het is natuurlijk een klein beetje geld bij elkaar zien te krijgen en dan instanties helpen. En dat staat me wel aan. Het is gewoon leuk. Ik zat net in de kleedkamer met Joost Zoetemelk en Erik Breukink. Ja, dat zegt het, hè. Het brengt de top en de absolute onderkant brengt het bij elkaar en dat is gewoon geweldig leuk. Dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Hele truidagen in de Tour de France. Dat is maar voor enkele Nederlanders weggelegd geweest. En goed, en daar ben je er dan zelf één van. En als er dat met zo'n dag nog een keer aan teruggedacht wordt. Dat is toch een stukje waardering, vind ik. Dat zo'n evenement er is. Als ik nu hier al rondkijk hoeveel mensen er zijn. Ja, dat gaat alleen nog maar groter worden. En ik denk dat er ook nog meer ex-gele truidagers op een gegeven moment bij gaan zijn. Dat vind ik ook wel leuk om die jongens allemaal weer te zien. Je kunt gewoon dus gaan fietsen met Joost Zoetemelk. Ja, dat is uniek natuurlijk. Ga maar eens proberen te voetballen met Johan Cruijff. Dat kost toch meer moeite, denk ik.